Als een van de eerste schepen bracht de Captain Cook 1000 Nederlanders uit Indonesië naar hun vaderland. In verband daarmee spreekt de minister van Maatschappelijk Werk, haar excellentie mejuffrouw Dr. Klompé. De eerste repatrianten uit Indonesië die per schip uitweken, zijn jongstleden zondag en maandag onder zeer grote belangstelling in Rotterdam en Amsterdam gearriveerd. Overheid en particulier initiatief staan klaar om hen in onze koude winter met alle warmte en liefde te ontvangen. Haar Majesteit de Koningin bezocht onder andere de Captain Cook om daar de gerepatrieerden te verwelkomen. Wat gaat er om in deze mensen als zij misschien voor het eerst Nederlandse bodem betreden? Wat wordt er niet gevergd van de zieken en van de bejaarden? In de loods wisselen vreugde en verdriet elkaar af. Vreugde bij het weerzien als familie en vrienden komen afhalen. Maar helaas is dat voor velen niet het geval. Stil verdriet ook om verlies van alles wat hun leven uitmaakte. Straks zullen we hen ontmoeten in onze omgeving, die wij voor hen een ware samenleving zullen kunnen maken, door een tegemoetkomende houding en door hun in onze kring te betrekken. Tot hun opluchting bleek de legerplaats Budel geen naargeestig kamp, maar een prettig verblijf waar in alle opzichten rekening is gehouden met de tijdelijke huisvesting van gezinnen. Gelukkig heb ik de laatste dagen hele waardevolle reacties en suggesties binnengekregen naar aanleiding van mijn verzoek van enkele dagen geleden om passende huisvesting mogelijk te maken. Wij staan hier samen voor een moeilijk vraagstuk. Maar ons volk is wat dat betreft door meer nodig gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat wij ook hier in deze moeilijkheden samen de oplossing zullen vinden. De rust in het Gelderse dorpje Putten werd dit weekend verstoord toen het huis van de familie Haanschoten radioactief besmet bleek na een operatie van een van de kinderen. Het huis werd onmiddellijk hermetisch afgesloten. De tuin werd met plastic overdekt omdat de asbelt het centrum was van zware radioactieve straling. Speelmakkertjes van de kinderen Haanschoten met hun moeders, buren, kennissen, familieleden en leveranciers, allen gingen naar het politiebureau om zich op radioactiviteit te laten testen. Daarvoor waren deskundigen van de KEMA uit Arnhem en van de gezondheidsdienst met geigertellers naar Putten gekomen. Gelaten liet het buurmeisje Willy Willemsen zich door dokter Asjes van top tot teen onderzoeken. De geigerteller wees maar eenmaal radioactiviteit aan op een dameschoen. Putten kan gerust zijn. De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers hield in Goes een wedstrijd van exotische vogels om het kampioenschap van Nederland. ...700 vogels namen deel aan de eigenlijke wedstrijd. Voor het merendeel dieren die thuis horen in warme streken, zoals deze toekans die in Goes ook hun neus lieten zien. Sommige van de allerbrutaalsten onder de deelnemers deden behendig hun best met hun voerbakje de speciale aandacht van de jury naar zich toe te trekken, met het oog op de lange rij fraaie prijzen. Prins Bernhard vertrok zondagmiddag van een koud vliegveld Soesterberg naar Liberia. En werd op het vliegveld onder meer uitgeleide gedaan door de zaakgelastigde van Liberia in ons land, Jacob Menskool en zijn echtgenoten, een jarige prinses Margriet, de prinsessen Beatrix en Marijke en Hare Majesteit koningin Juliana. De reis van de prins van de sneeuw in Holland naar de tropische warmte in Afrika werd gemaakt in een regeringsdakota.
Het officiële tegenbezoek aan de Liberiaanse president Tubman en zijn echtgenote duurt 5 dagen. Daarna gaat de prins nog naar Tanganyika. Tegen 1 maart wordt hij in Nederland terugverwacht. Afgelegen benzinestations aan de hoofdverkeerswegen in ons land mogen zich in de afgelopen maanden verheugen in een meer dan gewone belangstelling. En die belangstelling geldt niet alleen de benzine, maar meer speciaal het geld. Overvallen op benzinestations kwamen wat te veel voor en daarom besloot een Haarlemse firma daar een slot aan te maken. De pompstationhouder maakt zijn wisselbakje regelmatig leeg en doet het geld in kleine stalen cassettes. Dan opent hij een soort brievenbus en schuift de gevulde cassette in de gleuf. Die valt dan in de ingemetselde kluis. Niemand kan nu meer bij het geld komen, want de enige sleutel van het brandkastje zelf heeft de eigenaar van het pompstation. En degenen die denken, nou dan neem ik in het vervolg maar genoegen met het wisselbakje, zijn er ook weer naast. Want dat zit weer op een vernuftige manier aan de tafel vast. De pompstations zijn aan alle kanten gedekt. Meer en meer wordt in de wintermaanden het zwaartepunt van de sport van buiten naar binnen verlegd. En een van de sporten die met enthousiasme binnen wordt beoefend is zaalhandbal. Daarvan werd in de houtrusthallen in Den Haag een overtuigend bewijs geleverd toen Hellas en Operatie 55 tegen elkaar uitkwamen. Twee clubs die om het districtskampioenschap streden. Er was een groot aantal kijkers. En al klinkt het woord zaalhandbal misschien wat tam, de wedstrijd was dat zeker niet. Toch hoeven de spelers niet altijd te rennen. Sommige geroutineerden kunnen het ook op deze manier. En zo wordt zaalhandbal een sport waarbij het niet alleen op snelheid aankomt, maar vooral op reactie en beheersing. Operatie 55 moest het onderspit delven. Hellas won met 9-5 en werd daarmee districtskampioen. Binnenkort spelen de Hellenen hun partij in de wedstrijden om de Nederlandse kampioenschappen in Rotterdam. Op een van de grachten in het hart van Amsterdam waren inwoners van de hoofdstad deze week samengestroomd om afscheid te nemen van een pierement dat de naam Oosterse Dame draagt. Deze Oosterse Dame, die een grondige revisie heeft ondergaan, emigreert naar Californië. Maar de Amsterdammers lieten zich door de weemoed van het naderend afscheid niet afschrikken. Het Amsterdam van toen kwam weer tot leven. Grachtbewoners van 1, 2, 3 en 4 hoog lieten zich dit gratis schouwspel niet ontnemen. Het was de laatste maal dat bij de bezetting van het orgel een manser was ingedeeld die er dit keer met de pet naar gooide. De rijke Amerikaan die het pierement kocht zal het in een van zijn warenhuizen zetten. Daar moet de Oosterse Dame wat meer muziek brengen in de verkoop van deurknoppen.